Wat ben je al aan het doen, Herman? Aan het voorbereiden voor de live optredens vanavond, die dan hier, de camera die kan doen. Kom weer terug. Die zich hier afspelen. Want er zijn live optredens. Ja, we hebben vanavond optredens van Loes, Manon en de Vintins nog wat die niet op de radio willen, maar toch op de radio gaan gewoon. Dus het wordt wel een aardige uitzending, denk ik. Nou is dit het podium net buiten de studio, daar heb jij het beheer over, maar dat speelt al wat langer, hè? Je bent er al een week mee bezig. We zijn vorige week donderdag de spullen gebracht, vrijdag opbouw, zaterdag opbouw, toen is het podium gebracht door onder andere Benny Daan, die druk bezig is met iets op het bord te zetten, wat weer terug is. En voor de rest maandag, dinsdag, woensdag gewoon voorbereidingen. Radio moest, de studio moest voorbereid worden, dit moest voorbereid en de verbinding moest natuurlijk gezet worden. En er is een probleem mee, want onze zender die we normaal gebruiken, die is 21 jaar oud. En je moet oude mensen niet verhuizen, maar je moet oude spullen helemaal niet verhuizen. Dus die staat gewoon op de plek waar die altijd staat, dus in het gemeentehuis. En we doen nu de verbinding via het internet, vandaar dat de kwaliteit niet altijd even lekker is. Maar het is een stabiele verbinding en stereo van twee kantjes. Dus het moet allemaal goed komen. Heb je een beetje zin in deze drie dagen? Totaal niet. Zo kennen we je weer. Dankjewel. Ik wens je veel succes, Herman. Dank je. Hoi.